Goedemorgen. Wat voor dag is het vandaag? Ze moet een beetje wakker worden, ik ook. Heb je het nog afgekeken? Ik weet niet. Ik ben in slaap gevallen. Ik weet niet wie eruit is. Dus ik vind dat we dat even moeten doen. We hebben altijd filmavond vrijdag. En dan gaan we altijd samen liggen. Toch niet? Ja. En dus nu ook hadden we Robinson. Gingen we Robinson kijken, maar ik word dus nu wakker. Ik word dus nu wakker en ik besef dat ik het gewoon helemaal niet heb gezien. En jij ook niet, hè? Heb jij die proef gezien dat Kai en, of nee, hoe heet die jongen? Niels en die andere jongen, dat hun... Kai? Nee. Ze hadden toch die proef met die stok erin? Wat? Dat ze het zo vast moeten houden. Nee, heb ik niet gezien. Heb ik ook niet gezien. Oh mijn god, we hebben het niet lang gehaald, Tornien. Mijn stem is een beetje weg trouwens, want ik ben verkouden. Want die proef zat ertussen. Ja, we zijn echt vroeg in slaap gevallen, Nien. Ik heb dus serieus nog mijn wimpers op, want ik was te lui om ze eraf te halen gisteren. Echt belachelijk. Oké. Ga jij het nu doen? Zo fijn gevoel. Als je wimpers... Mijn dank is groot. Oeh! Je laat hem vallen. Andere. Oké, nou ja, wij worden dan wakker. En dan gaat Celine meestal op de bank liggen. Ze ligt hier dus lekker met haar eigen dekbedje op de bank. En dan ga ik ontbijtje maken voor haar. Want wat ga je allemaal doen vandaag, boef? Hè? Zit je zeker weer je spelletje te doen? Welke speel je? Welke speel je? Die met die stapels of die puzzel? De puzzel. Ik ga trouwens dit innemen. Ik ben dus begonnen met Sugar Bear Hair. Je moet er 2 per dag nemen. Want dit zijn ze dus. Ik weet niet of jullie van die snoepjes kennen. Dat zijn van die snoepjes. Dat is fruit. Van die fruitsnoepjes met dat suiker eromheen. Die hebben ook zo'n aparte structuur. Aandoen. Maar ik wou dus eigenlijk de fans hierbij aan. Alleen, het gaat er niet. Want mijn vrouw heeft weer eens de veters gesloten. En ze gaat nu kijken welke kettingen. Maar waar is je zwarte choker dan? Ze gaat even uitzoeken welke chokers ze erbij aandoet. En je bent ready. Kijk in je haren. Wat heb je aan? Een boerinnenrok en een zetten. Celine is naar... Je bent net terug van Sinterklaas en je knot zit te hoog. Dat moeten we even fixen zo. Laat even zien. Hoe was het? Wat heb je gedaan? Het is heel koud, dus ze was heel snel weer terug. We zijn nu aan het wachten. Pepernoten, 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 pepernootjes, schermpjes. Ik ga stuk hoe hoog je knot zit. Ik moet dat echt even doen. Het is net een rechthoek. Hallo. Dus ze gaat nu dan met haar vriendin. Gaat nu... Kan nu met Jocelyne? Want dat is mijn beste vriendin. Ja, en dan gaat ze mee nu naar een feestje. Toch niet? En zonder? Zonder mij. Nee. Vindt ze helemaal leuk. Nou. Het is avond en wij liggen op de bank. Kom eens. Vertel even hoe je kinderfeestje was, Nien. Ik ben even. Wat ben je aan het doen dan? Wij zijn nu op de bank aan het hangen. En papa is voetbal aan het kijken in een andere kamer. Zullen we papa laten zien? Ik ga papa laten zien. Ga je mee? Kijk, kom, we gaan proberen papa te laten schrikken.
Kom, we gaan heel zachtjes. Waar is die afstand erin? Het moet, want dan denk je dat we nog hier zijn. Oh ja, de tv aan, hè? Oké, kom. We gaan het proberen te doen. Oh yes, Narnia, gaan we kijken. Oké. Wacht, ik draai die camera even om. Laat zien dat je dat... Nee. Hij heeft ons al gezien. Dit doet hij dus altijd. Oh man. Gaat lachen dan. Wat doe je? Gaat lachen dan. Gaat lachen even naar mijn volgende show. Dit flikt uit me dus altijd. De iPad mag niet gebruikt worden. Dan vraag ik, ben je bezig op de iPad? Ja. En dan kom je binnen en dan kijkt hij hier ook. Iets van... Call of Duty en voetbal. Verklei je nader. Waarom doe je dat? I'm a savage. I'm an animal. Nou, veel plezier dus met je twee schermpjes, hè? Hè? Wat erg. Oké, doei. En Celine is lekker chilling nice op de bank. Je bent moe, hè, Toetie? Nou, wij gaan Narnia voor de 365ste keer kijken. En morgen heb ik dus een babyshower. Babyfoto's van mij. Ik moest dus voor de babyshower een babyfoto meenemen. Dus ik was langs mijn moeder gegaan. Om babyfoto's van mij. En het is zo bizar hoe erg ik op Celine lijk. Ja. Dus dit is als baby. Pak eens mijn grote telefoon. En hier ben ik... 3 denk ik, of 2. Ja, ik denk dat ik hier 2 ben. Nou, is dit niet gelijk Celine, Joos en ik? Precies Celine. Joos en ik hebben altijd een discussie van wie lijkt er meer op haar? Of wie lijkt ze weer? Nou, sorry hoor, maar dit is gewoon precies Celina. Ik kreeg ineens een heel leuk idee. Nien is helemaal KO. Als zij eenmaal slaapt, dan krijg je haar niet wakker. En ik kreeg een leuk idee om haar bij ons in de kamer neer te leggen. Een soort van sleepover met z'n drieën. En ik weet dat hij dat heel leuk vindt. Dus morgenochtend, als zij wakker wordt, dan wordt ze ineens hier naast ons wakker. Dat gaat ze zo leuk vinden. Wij zijn pannenkoekjes aan het eten in de ochtend. Wat vond je ervan? Toen je zag dat je bij ons lag op een matras? Ik vond het niet leuk. Vond je het niet leuk? Hè? Ik heb koekjes. Ik ben nu in de auto en ik ga nu Mandy ophalen. Want ik ga nu naar haar babyshower, maar ze weet van niks. Ze had alleen maar een berichtje gekregen met dat ze om 2 uur klaar moest staan. Ik kreeg net te horen dat de hapjes en zo nog niet klaar waren. Dus ik moet even lekker langzaam doen. En dan ben ik goed. Hapjes? Nee. Maar toch weet je verder niet precies hoe en wat. Ik weet niet hoe en wat. Oh, de box. Gisteren in elkaar gezet. I like it. Heb jij er zin in? Ik heb er zin in. Maar we gaan nog heel even een theetje drinken. Oh, okay. Ja, ik vind dit heel leuk. Ja? De kleur. Oh. Ja? Nee, het geen enkele kleur behalve zwart kleur. Mag ik even hierbij? Het lijkt wel alsof die nog veel groter weer is, joh. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Het is echt niet... Nog 2 maanden. Ik ga even mijn velletjes... Ik zei je toch? Op het laatst. Toch. Mag ik? Deze. Ze denken sowieso dat ik van yesterday ben. En dat ik niet door heb dat ik vandaag een baby shower had. Maar dat maakt niet uit. Maar deze zit elke keer te appen. En dan doet ze dit. Ja, maar omdat jij anders ergens via een spiegel of een glimpje ga je proberen te zien. Want ik ken jou. Net al toen ik de navigatie aan had gedaan, was je ook al aan het searchen naar het adres.
Oké, okay, ja, ik heb mijn dienst gedaan. Oké. Okay. Ik ga hem aanhouden. Oh, ze gaat hem aanhouden. Natuurlijk. Heftig wel. Heb jij een bepaalde enkel gevonden waarin jij jezelf nou, filmt? Want ik vind het wel heftig. Ja, een beetje dit meer zo. Zo, ik lijk... Oh, ik lijk wel een walrus! Nike! Ja, maar kijk, als je zo gaat filmen... Kijk hoe dun ik lijk. Nee, maar kijk dit hoe... stop. Je lijkt super dun. Nu lijk ik heel dun. En dan kijk... Burp. Oh, daarom film je mij, hè? Zodat jij dun lijkt. Voedingscentrum. Oké, okay, wacht. Ik zet jullie even hier. Waarom doe je jas aan? We zijn er toch al. Doe ik geen jas aan? Ik zou het niet allemaal niet doen. Geen jas aan. Oké. Okay, of misschien heb je het koud, want ik denk natuurlijk dat het in de veranda is. Dan hou ik hem vast. Ik weet ook van niks, hè. En dat is maar beter ook, want dan kan ik je niks verklappen. Oké. Okay. Wachel, wachel. To lock your car. Wachel, wachel. Oké, okay. Car is locked. Nou, ja, weet je, ik denk, ga jij maar voorop, hè? Het is jouw feestje. Mijn feestje waarin we vieren dat ik doe op ben en nooit meer mijn eigen lichaam terug. Celine die vroeg dus of ze nog één nachtje zo mocht slapen. Dus dat gaan wij doen. Dus ze gaat nog één nachtje kamperen. Kom eens bij mama. Ja. En ik ben terug van de baby shower van Manny, wat heel leuk was en gezellig. En nu ben ik lekker thuis. En dan ga ik lekker met mijn poepie. Gaan we even nog een aflevering kijken en dan moeten ze naar bed. We hebben niet zoveel gedaan dit weekend, maar... Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe even een duimpje omhoog en abonneer even op ons kanaal als er nog een video... En als jullie nog een video een idee hebben. Weten, kan je gewoon even vragen aan ons. Ik kan er niet omheen. Ik moet een kus. Ook al wil ik hem niet. Ga nou eens weg. Ga nou weg! Wat een lange kussen. Je gooit me gewoon van het bed.